My colleague is going to search you. Yes. I need you to take off your bag. I don't understand. Ja, je begrijpt het wel. We gaan even in je zakken kijken, dus doe je tas even af. Waarom? Nou, omdat we naar je identiteitsbewijs gaan zoeken. Nee. Jawel. In Vlaardingen controleren RET-handhavers Paul en Jill in de metro. Ze spreken een dame aan zonder geldig vervoersbewijs. Cameratoezicht zag haar in de fout gaan. 154 dan mee. Ja, mevrouw aangetroffen in de metro. Alleen artikel 70, hè? Ja, het is meegelopen achter een meneer aan, over. Ja, had ik dat er even mee te delen. Mevrouw, ik krijg van medewerker cameratoezicht te horen dat u achter iemand aan mag lopen door de poortjes, zonder in te checken. Dat betekent wel dat u, als u geen vervoersbewijs kunt overhandigen, dat u daar een bekeuring voor gaat krijgen. Mevrouw, Engels, Nederlands? Engels. Ja, dat spreek ik niet. Do you have an ID card? Passport? Driver's license? Where is your passport? In house. House. Where is house? Vlaardingen West. Sorry? Vlaardingen West. Vlaardingen Oost. Is there someone who can bring your passport to Vlaardingen Oost metro station? Hallo? Can I see your card? Mevrouw communiceert minimaal en overhandigt alleen een bankpas. Can you pay the fine directly? Huh? Can you pay the fine directly? The fine is 40 euro. If you pay it right now, gaan we de auto op Vlaardingen Oost. Ja, is goed. You need to step out Vlaardingen Oost? Nee. Waar dan? West. West? Oké. Okay. Can you call somebody to bring your passport? No. Why? Last time you already got a warning for not carrying your ID card. The warning they gave you 2 months ago. Hey, doe eens een beetje normaal. Dat doe je toch thuis ook niet? Besloten wordt de zaak af te handelen op het station waar mevrouw er ook uit moet. Oké. Okay. My colleague is going to search you. Yes. I need you to take off your bag. I don't understand. Ja, je begrijpt het wel. We gaan even in je zakken kijken, dus doe je tas even af. Waarom? Nou, omdat we naar je identiteitsbewijs gaan zoeken. Nee. Jawel. Dus even je tas af, dan gaat mijn collega erin kijken. Ga maar. Heb je scherpe dingen bij je? Messen, pistolen, iets? Niks? Hé, hey, laat dat eens even los. Wat is dat? Ja, rustig. Oké. Okay. Nee, laat los. Laat even los. Ja, kan je even iemand bellen om paspoort te brengen, of niet? Wat? Ja. Ja, yeah, maybe. Waarom? Nou, omdat we je paspoort nodig hebben. Even in je zakken. You get this back when we're done. Wat is dit? Niks. Mag ik even kijken? Kijken. Glas. Oké. Niks. Alles wordt doorzocht. Maar de vrouw heeft inderdaad geen ID-bewijs bij zich. Luister eens, ik begrijp dat je gewoon Nederlands praat. Toch? Betekent dat je niet tot antwoorden verplicht bent? Dat je nog een advocaat mag bellen? Als je een verklaring aflegt, kan die Nederlands wettig bewijs minder. Je mag op die verklaring terechtkomen. Wil je nog een verklaring geven waarom je geen kaartje hebt? Ik kan de stem. Oh, nu versta je opeens geen Nederlands. Ah, gaan we het in het Engels proberen? Nee. Oh, dus niet. Oké, geen verklaring. Ik wil niet meer terug. Je mag niet roken op perron. Maak hem eens uit. Je mag niet roken hier. Maar de aanwijzing om nu die sigaret uit te maken, doe je dat niet, ga je er ook nog een keer krijgen. Maak hem uit, rook zo meteen buiten me op. Wees verstandig. Ja? Het heeft helemaal geen zin. Maar als je je tegen de raad blijft gedragen, dan hebben we wel een probleem. Ja? Ik snap best dat je emotioneel bent, dat er meer speelt dan wij kunnen zien. Maar dit is niet de oplossing. Er wordt gebeld met een zus van de dame. Hopelijk biedt die uitkomst. Hallo? Ik wil niet, ik wil niet de stem. I must send you 40 euro. Yes. For this passport. Yeah, you have two options. Or. Yeah, or. Or you can pay the fine directly. Then it's 40 euro. Daar is niet de politie. Or you need to bring her passport. But I think it's better to pay the fine directly. De zus maakt direct 40 euro over op de rekening van de dame, zodat ze de boete meteen kan betalen en een ID-bewijs niet nodig is. Als het bedrag voldaan is, mag ze weer gaan.
Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.